Maart is alweer bijna voorbij en ik heb echt niet normaal veel opgemaakte spullen. Ik heb geen idee hoe dat kan, wat er zo bijzonder was aan deze maand dat ik zoveel op heb gemaakt. Maar het is echt een, ik kan het bijna niet laten zien, super grote bak vol. Dus laten we maar snel beginnen. Ik heb mijn thee al op. Ik wilde zeggen, pak er een bak thee bij, maar mijn is inmiddels alweer op, want ik had wat problemen met mijn SD-kaart. Maar goed, laten we gewoon beginnen met als eerste de Vaseline Spray & Go. Deze hebben jullie al vaker voorbij zien komen. Dit is gewoon een body lotion in sprayvorm. Je sprayt heel snel. Het heeft een super fijne mist. Trekt heel snel in je huid. Zorgt ervoor dat mijn kurkdroge benen niet zo kurkdroog meer zijn. Ik heb nu, moet ik zeggen, de bruine. De coca of zoiets. Cacao of iets in die richting. En die vind ik ook heel fijn, want die heeft een heel mooi glansje. Dus dit was mijn favoriet. Maar ik vrees dat de cacao mijn nieuwe favoriet wordt. Of wat het dan ook was, maar iets bruins in ieder geval. En maar goed, deze vind ik nog steeds ook heel fijn. Dan iets van Niels. Dat is dit, het baby Kruidvat Baby schuimbadje. En volgens mij zat dit ooit in een babydoos of iets van het Kruidvat. 0% kleurstoffen, schuimbad, milde reiniging, mild voor de oogjes. Nou, was prima, maar ik ben meer van de echt hele natuurlijke producten. Dus ik zal het niet snel opnieuw kopen, maar ik heb hem wel gewoon opgemaakt. Of eigenlijk Niels. Dan André Lon, iedere dag 1 minuut masker. En dit is de Oil & Care. Nou, deze heb ik ook al jaren. En ik wissel gewoon de variant af. Dit is de Oil & Care. Ik heb nu volgens mij de Keratine Repair of iets. Dit doe ik altijd als ik geen tijd heb voor een lang masker. Dan doe ik even deze. Uiteraard de Dove Dermaspa Summer Revived Body Lotion met zelfbruinend effect. Ik heb altijd de medium tot donkere variant. Vind ik heel fijn om een subtiel kleurtje op te bouwen. Omdat ik van mezelf gewoon heel erg wit ben. En dit geeft een beetje kleur. En ik doe dat bijvoorbeeld, ik doe het gewoon af en toe zeg maar. En in de zomer doe ik het heel vaak. Maar in de winter niet zo vaak. Maar wel, als ik wat weet dat ik, als ik ga uitgaan of zo, dan vind ik het wel fijn dat je armen niet super wit zijn als je een t-shirtje aan hebt of zo. Dus dan doe ik het ook. Maar dan doe ik het niet zo vaak. Maar ik heb hem nu toch opgemaakt. Deze stond al heel lang, was de badkamer aan het opruimen. En ik zag dit nog staan. Dit is de Pearl Drops Whitening Tooth Polish Party Sparkle. Dit hebben we ooit een keer bij de Action volgens mij gekocht. En zou je tanden wit moeten maken? Ik geloof dat het wel wat deed hoor. Maar ik kan me niet meer zo goed herinneren. Hij staat al een tijdje. Sven Stampen staat meer dan op. Want hij heeft hem zelfs open geknipt. Dit is de Aloe Vera Toothpaste. En dit is zonder fluoride. En het is 100% organic. En helemaal natuurlijk. Dove Purely Pampering Nourishing Body Wash. En dit is degene met amandel en hibiscus. Vind ik wel fijn. Deze geur vind ik ook wel fijn. Ik heb nu weer een aantal andere geuren staan. Ik had nog één halfje van zo'n Dove, maar dan met scrub. Ik vind Dove wel lekker. Ik vind het allerlekkers Rituals. Die zit hier volgens mij ook nog wel ergens in. Dat vind ik het lekkers, maar dat vind ik een beetje too much voor iedere dag, zeg maar. Dus dan heb ik altijd Dove en dat koop ik altijd bij de Action of de Op is Op Voordeelshop of dat soort dingen. Of in aanbieding bij Kruidvat of zo, maar meestal daar. Deze vond ik wel lekker, maar ik heb dus nu een ander. Maar ik weet niet hoe die heet, maar die vond ik ook wel heel lekker ruiken. In de categorie doorknippen heeft Sven ook zijn douche al nog doorgeknipt. Ja, het moet niet gekker worden, maar die is dus ook echt super leeg. Dit is de Nivea Sensitive douche. Meestal doe ik Sven achteraan, maar deze glippen er even tussendoor. Dan een dagcreme. Dit is de L'Oreal Youth Coat Luminizer. En dit zat toevallig. Ik vind het Youth Coat Serum heel fijn. Maar dat is heel lastig aan te komen. En op een gegeven moment was ik een keer bij bol.com. Was het deze in een pakketje met dat serum. Toen dacht ik, nou dan koop ik dat pakketje. Het maakt mij het uit. Dus ik heb deze gebruikt. En die vond ik ook heel fijn. Ik ben iets blijer met mijn Olaz. Oil of Olaz. Is het Oil of Olaz? Ja, Oil of Olaz. Dagcreme zonder parfum. Van de... Nou, ik heb hem hier denk ik niet in zitten. Maar het is zo'n pompje. Die vind ik net iets fijner. Maar deze vond ik zeker ook fijn. Maar niet zo fijn als het serum. Dan de Catrice Prime & Fine oogschaduwbasis. En dit vind ik een hele fijne oogschaduwbasis. Die gebruik ik ook alweer een hele tijd. Ik heb ook alweer een nieuwe. Ik moet wel zeggen dat de laatste tijd dat ik merk dat mijn oogleden vetter worden.
Dus of deze nou niet meer zo goed werkt of dat de formule veranderd is. Want ik heb het, had het niet met deze, maar wel met het nieuwe potje. Dus of er iets aan veranderd is of dat mijn oogleden op magische wijze vet zijn geworden. Ik weet het niet, maar het valt me wel op. Dus als iemand dit herkent, laat het vooral eventjes weten. Want misschien is er wel iets veranderd in de formule, maar I don't know. Dan, wat hebben we nog meer? Ik ga even wat wattenschijfjes, zoals altijd. Nog een badschuim van Niels. Dit waren zo van waar er nog allebei nog een klein beetje in zat. En nu dacht ik, oké, ik ga ze nu om zijn beurt opmaken. Omdat ik meestal dus de Weleda, het Weleda badspul gebruik. Omdat ik dat gewoon fijner vind. Maar nou ja, af en toe vind ik het ook wel leuk om bubbels te maken. En dit is de Lief Lifestyle Baby badschuim met Maar Lief. Niet een hele mannelijke geur, maar was verder prima. Zou ik dus ook niet opnieuw kopen. Die heb ik ook ergens een keer bijgekregen. Dan deze Rituals Tai Chi White Lotus Green Tea. En deze is niet mijn favoriet, maar ik had hem nog en ik vond het zonde om hem niet op te maken. Volgens mij heb ik er zelfs nog eentje staan. Dit is gewoon zo'n foaming shower gel. Ik ben hier gek op en ik ben dus eigenlijk van de donkergroene, die vind ik het lekkerst. Op nummer 2 de witte en dan ergens daarna komt een keer deze of iets anders. Maar goed, ik heb hem een keer, denk ik, ergens bijgekregen of zo. Maar ik vind hem wel heel fijn hoor. Maar de geur van die andere vind ik gewoon net iets lekkerder. Dan een droog shampoo. Dit is de Aussie Miracle Dry Shampoo. En dit is de Awesome Volume voor Fine Limp Hair. Ik vind het op zich wel een fijne droog shampoo. Maar ik vind die geur verschrikkelijk. Ik weet dat sommige mensen hem heel lekker vinden. Sorry daarvoor. Ik vind het echt... Ik ruik dit dan de hele dag om me heen. En ik vind het gewoon niet zo fijn. Ik vind die shampoos die nog echt naar kauwgomballen ruiken. Dan kan ik nog bedenken van oké, lekker. Een soort van, misschien een beetje. Maar dit vind ik echt... ik kan het niet omschrijven. Staat er misschien iets? Jojoba seed extract. Nou, ik heb geen idee. Maar ik vind het echt verschrikkelijk geur. Dus ik ben blij dat hij op is. Het effect is goed, maar geur nee. Een mascara, de Maybelline The Falsies Push-Up Drama. Ik ben gek op Maybelline mascara's. Dit was niet mijn favoriet. Dit is het borsteltje, een vrij groot borsteltje. Ik heb altijd met siliconen haartjes. Alleen deze staan zoals je ziet vrij ver uit elkaar. Ik vond het gewoon niet helemaal. En op zich zit er nog wel in, maar hij ruikt een beetje gek. En op een gegeven moment kreeg ik een ontstoken oog. En toen dacht ik, doe het maar niet meer. Wel fijn dus, maar zeker niet mijn favoriet. Ik heb, mijn favoriet is nog steeds de Lash Sensational. Maar ik heb nu een andere, ook een... Oh nee, dat is ook een Lash Sensational. Maar dit is dan de... Iets met olie geloof ik of zo. Die vind ik ook wel fijn. Maar dat laat ik nog weten als dat echt wat... Ik ben hem pas net gaan gebruiken. Dan een wimpercurler. Deze van de HEMA. En zoals altijd denk ik altijd dat ik die... sponsjes, zeg maar, of dat kussentje wat hierin zit, dat ik dat op een hele logische plek bewaar. Maar dat valt altijd weer vies tegen, want ik kan het nooit vinden als ik denk, ik ben toe aan een nieuwe. Dus ik heb een nieuwe krultang gekocht en nu weet ik, een nieuwe wimperkruller gekocht. En nu weet ik zeker, hoop ik, dat ik het op een logische plek heb gelegd. Ik ben ook iemand die eigenlijk nooit die dingen kwijtraakt, maar deze dingen, net als elastiekjes, ik weet niet waar ze heen gaan. Maar goed, dus die heb ik weer een verse van en dan kan ik weer mooi mijn wimpers krullen. Nou, dit is wel heel spectaculair. Dit zijn tandenstokertjes. En het is ook wel interessant trouwens. Dit moest ik van de... Ik ben voor het eerst in mijn leven bij de mondhygiëniste geweest. En van haar moest ik dit gaan gebruiken. Omdat je hiermee wel, zeg maar, tussen de tanden waar je spalkjes zitten kan komen. Met normale tandenstokers lukte mij dat nooit. En dat werkt op zich wel. Maar fun fact. Mijn spalkje heb ik al sinds mijn 22e. Dus dat is al 10 jaar. En... ineens, en ik ben nu, wanneer ben ik bij de mondhygiënist geweest? 2 maanden geleden of zo. En ineens was mijn spalkje op 2 plekken los. Dus ik weet het niet hoor jongens. Ik heb er toch een beetje moeite mee. Dus ik zei altijd, Sven, eigenlijk wil ik dus gewoon nu niet meer stoken. Gewoon uit een soort principe kwestie. Maar goed, ik doe het nog steeds. Maar ik moest dus aan €100 bij een weekend tandarts mijn spalkje laten fixen. Love it. Een testetje, de Lancôme Tint Idol Ultra Wear. Dit is een wel mooi foundation, maar dit is kleur nummertje
Nummertje 3. Nou, dit is niet mijn kleur nu, dus ik weet niet of je het ook een beetje kan zien. In de zomer kan ik er nog mee wegkomen, maar nu echt gewoon niet. Dan een badschuim. En die had ik nog staan. Ik was laatst, dus een weekendje alleen thuis. Toen ben ik ook heerlijk in bad gegaan met dit Organic White Lotus and Green Tea Calming Cream Bath. En heerlijk spul. Prima, weinig spectaculairs, maar wel heerlijk. Ik ben nog meer fan van de bruisballen van Lush, maar die had ik niet in huis. Dan nog twee kleine tandpastaatjes die ik ook van de mondhygiëniste mee had gekregen. Omdat ik super gevoelig, een deel van mijn tandvlees heel gevoelig is. Dus geen zou dit voor helpen, didn't work. Maar ik poets altijd met Sensodyne. Dus ik heb nu de, dit is de Sensodyne Care and Repair. Of Care, Repair and Protect. Repair and Protect volgens mij. Ja, Repair and Protect. En die ben ik dan nu toch maar verder gaan gebruiken. Maar dan wel de whitening. Want dat is dan weer een beetje een psychisch dingetje. Dat ik dan toch wel graag... psychologisch dingetje. Dat ik dan toch wel graag whitening wil. En nog twee deo's van Sven. En dat was het. De bak is weer leeg. Is toch niet normaal? Ik vind het niet normaal. Nou zat er ook wel wat van Sven en wat van Niels bij. Maar dan nog. Dit is alles wat ik heb opgemaakt in afgelopen maand. Ik hoop dat je dat weer leuk vindt. Ik ben benieuwd of jij ook zo extreem veel hebt opgemaakt de afgelopen maand. Of dat het aan mij ligt. Ik weet het niet. Ik wil jullie in ieder geval weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!